Hi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik zie er nog niet helemaal op mijn best uit. Maar dat komt omdat ik net uit de douche ben. En ik ga zo een masker op doen, want mijn huid is zo slecht de laatste tijd. Dus dat ga ik zo even doen. Dus vandaar. Het is nu ook al wat later, dus denk ik 12 uur ongeveer. En ik moet vandaag werken in het ziekenhuis om 4 uur. Maar daarvoor ga ik even alles opruimen beneden. Want het is weer tijd dat de kerstboom en alles weggaat. Wat ik heel jammer vind. Want ik ben echt. Ik vind het echt zo'n leuke sfeer geven. Dus ik vind het jammer dat die weg moet. Maar goed, het is niet anders. Dus dat ga ik doen. Zo, ik ben klaar. Ik heb ook mijn masker eraf gehaald inmiddels. En alles is weg. Na kerst is het zo leeg hier. Alleen de boom staat hier nog. En zo'n versiersel dingetje. Het is nu 2 uur. Wat betekent dat ik over 1,5 uur weg moet. Dus ik moet even kijken wat ik nu ga doen. Ik moet eerst sowieso even mijn nagellak afhalen. Want dat moet af voor werk. En dan net voor werk ga ik middag eten. Dan zien we wel weer. Ik heb middageten gemaakt. Met wrap, met zalm, tomaat, komkommer en ijsbergsla. Zo heten die dingen. Die. En ik heb ook dit voor het avondeten gemaakt. Heel veel courgette. 3 paprika's. En dat maakt mijn moeder dan verder met rijst en spek of zo. Maar ik ga dit even eten, want ik moet over 10 minuutjes werken. Ik ben net terug van werk en ik heb nog niks gefilmd vandaag omdat ik vanochtend heel veel haast had. Dus ik heb niks kunnen filmen. Maar ik ben nu denk ik een uurtje terug van werk en ik heb net gegeten ook en er zit wat in mijn oog. Ik ga nu gelijk mijn video van aankomende vrijdag opnemen. Het wordt een video over wat ik heb gehad met kerst. Dus ik moet ook even alles bij elkaar rapen. En even make-up opnieuw doen, want ik heb zojuist in mijn oog gewreven, zeg maar. Dus mijn mascara is overal en nergens. Ik ben dus klaar met het filmen van de video. En het duurde wel wat langer dan ik had verwacht. Maar goed, het is klaar. Mijn kamer ziet er niet uit. En mijn kamer ziet er niet uit. En ik moest improviseren met het licht en de camera en zo. Dus dit was mijn idee. Oepsie. Dus nu moet ik dit allemaal opruimen. Goedemorgen. Ik ben Molly aan het klaarmaken. Het is inmiddels denk ik 11:30 of zo. En ik moet vandaag werken om 4 uur in het ziekenhuis. Maar eerst moet ik boodschappen doen. En ik moet even langs de apotheek. Dus dat gaan we doen. En ik moet avondeten maken voor vanavond voordat ik ga werken. Dus. En ik zie er zo uit. Ik heb echt een beetje de laatste tijd echt geen zin in make-up. Maar ik zie er gewoon niet uit zonder make-up. Dus misschien alleen concealer of zo. Ik moet heel even kijken. Hoe ik dat ga doen. Ik weet niet. Ik heb de laatste tijd er gewoon zo geen zin in. Maar aan de andere kant, ik zie er ook gewoon echt niet uit zonder make-up. Dus ik denk dat ik gewoon een beetje concealer doe. Of zo. Maar goed, ik zie wel. Ik ben terug van boodschappen doen. En ik heb echt best wel veel boodschappen gedaan ook. Dus dat ga ik nu eerst uitruimen. En dan moet ik zo nog alleen even naar de apotheek. Oh, mijn poekoe! Hallo, potje patoetje! Dus dat. Ik ga nu eerst even dit opruimen naar de apotheek, eten maken en dan moet ik waarschijnlijk zo meteen alweer gaan werken. Het is vandaag
31 december, wat betekent dat het oudjaarsdag is vandaag. En ik zie er niet uit. Ik heb zojuist mijn gezicht helemaal gewassen en iets meer crème opgedaan dan ik normaal doe. Omdat ik nog geen make-up op doe, maar mijn huid ging deze hele week eigenlijk heel goed. En vandaag, ik weet wakker en je kan het ook al heel erg goed zien hier. Dit is echt wel maanden zo, een joke zo erg. Dus ja, het ziet er niet uit, maar goed. Ik ga er nog niks op doen, denk ik. Omdat ik vanavond natuurlijk wat op doe. En ik weet ook gewoon even niet wat ik hiermee aan moet ofzo. Maar ik ga me pas klaarmaken vanmiddag, denk ik. Want ik ga nu eerst naar de supermarkt, ga ik weer boodschappen doen. Gewoon alleen voor vanavond. De laatste paar kleine dingen. Ja, een beetje klaarmaken en alles voor vanavond. Dat is het enige eigenlijk wat op de planning staat. Nu. We gaan knakworstjes in bladerdeeg maken. En die gaan in de oven. Dus let's go! Het is al even later inmiddels. Ik weet niet wat er met mijn haar gebeurt. Maar we hebben net gegeten. Ik heb net eten gemaakt en het laatste wat jullie volgens mij hebben gezien is dat ik die knakworstjes in bladerdeeg ging maken. Ik heb daarna eigenlijk niet veel meer gedaan, volgens mij. Ik heb vanochtend dan boodschap gedaan en zo. Nee, volgens mij heb ik niet veel meer dan dat gedaan. Hebben ze net gegeten en ik zie er nu nog zo uit. Maar ik ga me nu eerst even mijn haar doen, opmaken, aankleden. En dan zien we wel hoe het was vanavond. Het is heel, heel raar om oud en nieuw te vieren met niet heel veel mensen. En geen vuurwerk ook. Dat is een beetje. Maar we zullen zien hoe het vanavond gaat gebeuren. Maar nu eerst klaarmaken. Ik ben klaar. Nou ja, soort van. Mijn haar zit nog in de krul. Die moet ik nog even uitborstelen. Maar die probeer ik nog even te laten afkoelen. Soort van. Maar ik heb make-up gedaan. Eigenlijk een soort van make-up wat ik elke dag op doe, maar dan iets heftiger. Dus zorgen dat mijn concealer iets meer was, iets meer bronzer en highlighter. En ik heb iets op mijn lippen, dat heb ik niet zo snel. Maar goed, dat. Voor de rest heb ik dit jurkje aan. Ik wist echt niet zo goed wat ik aan moest, maar ik vind hem wel schattig eigenlijk. Deze is van Most Wanted, dit jurkje. Deze riem is van, kom van bij de Stones vandaan, volgens mij. Voor de rest al mijn sieraden, wat ik eigenlijk elke dag ook om heb. En ik denk dat ik eronder mijn Dr. Martens weer ga aantrekken, denk ik. Dus ik ga nu naar beneden, want het is inmiddels al 9:30. Dus we gaan beneden en dan afwachten, denk ik. Van jou, Carrie. De rest ook? Nee, maar Marie, weet je nog wat Chloe een keer mee? Toen op een gegeven moment om 12 uur, 12:30, 12:45 of zo, dacht ik, nou, nu ga ik echt naar beneden. Ik heb alleen echt geen honger, want het was een hele gezellige avond gisteren. Maar ja, er zijn wat drankjes doorheen gegaan. Dus ik heb nooit een kater, maar ik heb wel, vandaag voel ik hem wel. Dus ik heb ook nog steeds mijn pyjama aan. Ja, ik had ook niet echt een uitleg gegeven of zo voor gisteravond. Ik heb
alweer zoals met kerst ook, heb ik allemaal filmpjes. Maar ik heb heel veel mensen die willen ook gewoon niet op de video. Dus dat is moeilijk. En het leek me heel erg leuk om te filmen met het afstellen met 12 uur. En dat heb ik ook gedaan. Maar ik had verwacht dat ik dan zeg maar aan de zijkant zou staan of zo, zodat ik andere mensen niet op had. Toen kwam ineens iedereen bij me staan voor het filmpje. Dus echt mijn hele familie, iedereen staat erop. Het is ook oprecht een leuk filmpje geworden, maar ik kan het er niet in zetten. Dus daar wou ik oprecht wel een beetje van. Het was heel erg leuk geweest, maar ik kan het er niet in zetten. Dus ja, ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Voor de rest heb ik al een paar kleine stukjes. Moet ik even kijken wat ik er wel niet in kan gooien. Ik vind dat er wel in zo'n ding vind ik zo jammer. Je kan het niet echt over laten komen. Want we hebben heel veel muziek gehad en het was heel gezellig. Maar ook muziek kan ik er niet inzetten en dat soort dingen. Dus dat moet ik. En dan met de mensen, niet iedereen wil zo op. Ik kan muziek er niet inzetten, dat soort dingen. Dus dat is heel moeilijk, vind ik. Dus ja, dat is een beetje jammer dat je het niet helemaal goed kan overbrengen. Maar het was wel oprecht heel gezellig. Het is gisteravond echt 4:30 geworden toen ik naar bed ging. Ik ben inmiddels gewoon alweer terug in bed gedoken. Het is 3:00 en ik ben bezig met het editen van deze video eigenlijk. Dus die is tot nu toe klaar. Tenminste, ik kan niet verder werken dan dit. En ik denk dat ik eigenlijk voor de rest van de dag gewoon lekker ga chillen. Een beetje filmpje kijken. En ja, wat me wel is opgevallen met het editen trouwens, is dat week voor wel heel rommelig is. Zeg maar, ik heb heel veel stukjes er niet in of... We springen ineens over dat of tot ik dagen, zoals vandaag denk ik, gewoon in één keer alleen maar de helft film of zeg maar de helft van de dag. Omdat ik gewoon niet heel veel bijzonders gedaan heb. Ik heb eten besteld. Want mijn ouders eten niet thuis. Ik heb frietjes met... Jezus. Een hamburger. En tv. Nom nom. Goedemorgen, het is volgende dag, zaterdag, en ik moet werken in het ziekenhuis van 9 tot 1, dus het is nu 8:00, even klaarmaken, ontbijt, rijstje wafel en pindakaas. Ik heb gisteren echt helemaal niks gedaan. Nu ga ik me klaarmaken, maar ik moet een klein beetje opschieten en ik heb weer geen planning voor vandaag. Morgen is precies hetzelfde als vandaag. Lekker interessant ook. Ik ben nu een tijdje terug thuis. Maar toen ik naar huis ging, ging het niet helemaal goed. Ik heb weggevallen met scooter. En hart ook. Ik heb een klein wondje hier, maar dat is niet het ergste. Ik reed zeg maar... op een deel en er waren mensen, een andere scooter die kwam mijn kant op en die reed op het midden van de weg. Dus ik ging rustig rijden, omdat, ik weet niet, ik had het idee dat zij mij niet zagen. Dus ik was heel erg op hun aan het letten. Toen waren ze voorbij mij en toen was ik echt in mijn hoofd met andere dingen bezig. En toen kwam er een bocht en toen keek ik naar de bocht en toen pas dacht ik, fuck. En toen wilde ik remmen en sturen, maar dat ging te laat. Dus ik gleed echt zo tegen die stoeprand aan. En toen knalde ik, zeg maar, je had de weg, een stoep en de fietspad, zeg maar. En toen knalde ik tegen, zeg maar, tenminste, mijn banden gleden weg. Ja, het is heel moeilijk uit te leggen. Ik weet zelf ook niet helemaal hoe wat. En toen viel ik op de stoep, zeg maar. En ik knalde heel hard met mijn hoofd zo op de... Maar ik had een helm op. Maar ik knalde heel hard met mijn hoofd op de... op de grond. En ik was toen op dat moment dat gebeurde, was ik daar eigenlijk het meest bang voor. Want ik knalde zo hard tegen de grond dat ik dacht dat daar eigenlijk wat mis mee was. Of dat foute boel zou zijn, zeg maar. En toen rolde ik ook nog door. De scooter gleed ook nog door. Dus wel heb ik best wel wat schaafwonden. Moet ik zeggen, als ik er zo naar kijk, ziet het er niet zo heel heftig uit. Ik kan het wel even laten zien. Ik zit er nou zo bij. Ik haat het om mijn voeten te filmen, dus sorry. Maar ja, mijn knie. Ja, dit kan wel vaker, maar dit is mijn enkel. Het valt nu mee. Hij is minder dik, gelukkig. En ik heb hier alleen een blauwe plek. Dus het valt nu wel mee.
Maar ja. Ja, en ik heb op, maar ja, dat kan ik nu niet laten zien. Maar ik heb op mijn heup ook. En mijn broek gaat eigenlijk, nou ja, niet waar. Hij is een beetje vies. En er zit een gat in mijn broek. En daar bouw ik enorm van. Dus ik bouw ook heel erg. En ik wil mijn broek echt heel graag uitdoen. Want ik heb het idee dat mijn kont gewoon helemaal nat is en alles. Dus ja, ik baalde heel erg van sowieso van de scooter. Daar, ja, daar bouw ik echt heel heftig van. Dus dat moet ik gewoon gaan regelen hoe we dat gaan maken. Maar mijn voet gaat nu beter. Het zijn echt de schaafwonden die heel veel pijn doen. Ik kon er niet om staan. Puur ook omdat die schaafwond aan de voorkant van mijn voet zitten. En mijn voet werd heel blauw. Als in heel blauw. Dat ik echt dacht, wat is dit? Dus ik heb net wat ingenomen. En ik zit hier nu al een tijdje. Ik had echt geluk van mijn helm. Want als ik mijn helm niet op had, dan weet ik niet hoe het was geëindigd, zeg maar. Ik heb wel echt een enorme koppijn die bonkt. Maar ja, dat is ook niet zo raar als je met je hoofd op de grond valt. Het is inmiddels al veel later. Het is inmiddels 11 uur of zo. En ik ga nu naar bed. Ik heb vandaag niks gefilmd omdat ik gewoon heel de dag op de bank gelegen heb. Met mijn voeten omhoog. Het gaat beter. Ik kan er gelukkig gewoon op lopen. Nou ja, ik kan erop steunen en alles. Alleen, het is zeg maar qua enkel en zo gaat het nu wel goed. Maar de wondjes zijn gewoon heel naar. En mijn enkel is snel stijf en hij is nu ook wel een beetje dik, maar het gaat beter. Dus ja, en ik moet morgen gewoon werken. Dus let's hope dat dat goed gaat. Want ik kan het wel even laten zien. Kijk, je ziet het niet heel goed. Maar zo ziet het eruit. Eigenlijk lijkt het echt gewoon helemaal niks. Maar ik vind het zo lullig dat je... Ja, ik kan het wel zo laten zien, maar het is hier nog wel een beetje dik. Zoals je kan zien. Ik heb hier een blauwe plek en die bonkt super hard als ik sta. Dus dat is het enige. Maar het is gewoon lullig. Want het ziet er als een paar kleine schaafmoetjes uit. Maar ik ben helemaal niet zo'n... Tenminste, ik wil me niet aanstellen of zo. Maar het ziet eruit als een paar kleine schaafmoetjes. Maar het voelt echt zoveel erger als een paar kleine schaafmoetjes. Zeker omdat die wat dikker is. En die blauwe plek, als ik zeg maar sta, 10 minuutjes sta, dan... Dus je hoort al het bronken en zo. Maar goed, ja, er is niet zoveel aan te veranderen. Dus ik hoop dat morgen het werk goed gaat. Voor de rest heb ik een beetje beursje elleboog en mijn heup. Het is inmiddels wat later en ook de volgende dag. En dat komt omdat ik vanochtend gewoon moest werken. Ik heb gisteren heel de dag getwijfeld of ik moest werken. En om 10 uur twijfelde ik nog erger. Maar ik wilde het afwachten omdat ik gewoon wilde werken eigenlijk. Maar ja, ik kon niet meer om 10 uur 's avonds, ga je niet meer afzeggen. Dus ik ben gewoon gegaan en aan het begin was het echt zwaar. Tenminste, het deed echt pijn. Het was ook nog heel stijf in de ochtend. Maar het laatste beetje ging beter. Ik liep wel mank, maar het was niet, ik ging niet dood, zeg maar. Een pleister, die inmiddels heel vies uitziet, dus maar beter dat hij niet scherp staat. En mijn knie, dat was een soort, ja... Ook pleister of zo, waar niet veel viesheid in kwam. En ook voor mijn broek en zo. Maar ik bleef niet zitten. Dus het ziet er inmiddels een soort gekke kniepschermer. Nou, ik ben boven. En ik heb even even alles schoongemaakt en alles. Ik ga niet in details praten, want dat is niet wat je zou willen, denk ik. Maar ik ga nu even mijn laptop pakken. En editen voor de weekvlog. Ik heb wel een hele stijve nek. Maar dat komt denk ik door de val van gisteren. Maar goed, dat is ook niet zo raar. Dus nu even rusten. Het is even later, 9 uur ongeveer. En ik ga zo naar mijn bed toe. Ik heb de vlog geëdit, dus die is af. En ja, op het einde was wel een beetje veel geklaag over mijn pijn en alles. Maar goed, het is wel hoe het echt was. Ik had ook echt pijn, dus vandaar. Dus ja, ik heb eigenlijk verder vandaag niet veel gedaan. Behalve dat allemaal op mijn laptop gedaan. En ik heb even geslapen. Ik ben een beetje beurs alleen nog overal. Maar dat zal over een paar dagen wel weer weg zijn. Dus ja, ik ga even zo naar bedje toe. En dan was dit de weekvlog alweer deze week. Als je het toch nog leuk vond om deze weekvlog te bekijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren hieronder. En dan zie ik je hopelijk volgende week weer. Doei doei!